Zo, een hele goede middag. Avond bedoel ik. Oh, haha. Ik zit naar die klok te kijken, maar die stond natuurlijk stil. Ah, shoot. Mama is hier vandaag geweest. Had ik even aan haar door moeten geven. Ben ik vergeten. Nou ja, maakt niet uit. Het is avond. Ik gok een uur of 7 ongeveer. Gewerkt. Een redelijk drukke werkdag achter de rug met veel overleg, cursus, training en dat soort dingen. Maar is niet erg, was wel heel erg leuk. Ondertussen ook gelijk even koffie zetten. Dus dat. Daarna had ik zangles. Wat ook echt super leuk was. Vorige keer, nou wat ik zeg, als ik een keer durf genoeg heb, dan zal ik een keer mijn camera neerzetten. Misschien doe ik dat volgende week wel. Vorige week had ze tegen mij gezegd van, zoek eens een nummer uit waar je nou echt blij van wordt. En ik vind, ik hou sowieso van Nederlandstalige muziek. Niet alles, maar op zich vind ik veel wel leuk. Maar zingen vind ik vooral leuk, Nederlandstalig. Ik weet niet waarom, maar dat vind ik gewoon prettig en ook wel leuk. En ja, voor degene die het nog kennen, had je in de jaren 90, volgens mij is het jaren 90, had je Abel met Onderweg. En dat nummer heb ik uitgekozen om te gaan uitpluizen en analyseren en zingen. En want dat is dan hoe het werkt. Dus ik zoek een nummer. Eerst doe je allerlei oefeningen. Ademhalingsoefeningen, stemoefeningen, toonladder, weet ik het allemaal. En daarna ga je echt met een nummer aan de slag. En het werd tijd voor een nieuw nummer. Dus ik heb Abel, Onderweg van Abel gekozen. Ja, ik vind het superleuk. Maar je zou denken als je zo meezingt, oh nou dat is wel, maar het is best een moeilijk nummer met heel veel verschillende timingpunten en zo. Dus ja, dat was echt super, super leuk. En nu ga ik lekker koffie drinken. Heb ik een redelijk rustig avondje voor de boeg. En morgen weer aan de slag. Dus heb ik speciale dingen deze week? Ja, best wel. En best wel veel leuke dingen om te vloggen, denk ik ook. Want dinsdag dan, tot morgen, heb ik aan het eind van de dag, hebben we in het stadhuis bij ons hier in het centrum een tentoonstelling van mensen met een handicap, beperking, hoe je het ook noemen wil. Een fototentoonstelling is dat. En daar is morgen de opening van en daar ben ik dagvoorzitter, dus dat vind ik heel erg leuk. Dus ik hoop dat ik daar eventjes wat kan filmen. Woensdag heb ik volgens mij geen bijzonderheden. Maar donderdag heb ik de boekpresentatie van het boek van Mayra Louise. Ik volg haar via Instagram al een tijdje. En zij is ja, een plus-size dame, zoals we dat noemen. En die heel erg uitstraalt van joh, al dat moeten diëten en dun moeten zijn en al die ideaalbeelden. Kap er nou eens gewoon mee. Ga nou eens gewoon zorgen dat je je lekker in je lijf voelt, ongeacht je maat. En zorg dat je gelukkig bent. Zonder te pretenderen dat je je maar vol moet eten als je er zin in hebt. Maar gewoon, doe er allemaal gewoon niet zo heel moeilijk over. En daar heeft ze dus ook een boek over geschreven. Maar daar ga ik donderdag allemaal meer over vertellen. Want dan neem ik de camera ook mee naar de boekpresentatie. En dan hoop ik ook met haar een klein stukje te filmen. En nou, dat zou ik echt heel tof vinden. Dus dat ga ik doen. En voor de rest gewoon een lekkere week. Woensdag ben ik natuurlijk vrij. Dan komt Tim weer. En dan moet ik heel goed denken wanneer deze vlog online komt. Zondag komt deze vlog online, dus dan kan ik het al zeggen. Zaterdag hebben we de vrijgezellen van mijn zus. Dat weet zij niet natuurlijk, uiteraard. Dat was ook alles wat ik moest voorbereiden, waarvan ik zei, ik kan daar niks over zeggen. Dat was daarvoor, want ja, zij mag dat gewoon natuurlijk nog niet weten.
Dus ja, dat wordt. Dus dat zit in de volgende weekendvlog. Superleuk. En nu heb ik alweer 5 minuten tegen jullie aanlopen kletsen. Dus ik zie jullie lekker morgen weer. Ik ben een dame die ik me heb mogen ontmoeten en ook bestuurslid. En zij gaat jullie meenemen in de verhalen van Rudy en ook van Luna, fotografie. Geen idee wat het heeft. Dus geniet. Goedemiddag allemaal. Ontzettend welkom. Leuk dat jullie naar deze opening zijn gekomen. Ik ben jullie dagvoorzitter van vandaag. Mijn naam is Bianca Kospa. Voor het eerst dat ik zoiets doe, dus ik vind het een beetje spannend, maar vooral heel erg leuk. Ja, Zita noemde me net al, de tentoonstelling heet Trof. En ja, zo voel ik mij ook wel. Ik ben medewerker van de gemeente Den Haag. Ik werk bij de Dienst Sociale Zaken al 22 jaar. En ben sinds kort bestuurslid van het netwerk Onbeperkt Inclusief. En als ik naar mezelf kijk en denk aan Trof, ja, dat ben ik ook eerlijk gezegd wel. Mijn handicap, ik ben geboren met een open ruggetje, dus mijn handicap is al mijn hele leven bij me. En ja, wij zijn eigenlijk één. En daar ben ik best trots op. Sterker nog, ik zeg altijd, als er morgen een dokter naar me toe komt en die zegt ik ga jou opereren en volgend jaar loop je weer, dan zal ik bedanken. Want ja, dat zou mijn leven dusdanig op schop zetten dat ik denk, nu zit ik helemaal niet meer op te wachten. Dan moet ik ineens gaan leren lopen, opnieuw gaan leren autorijden. Dat moet ik weer denken, eerlijk gezegd. Dus ja, ik snap ook wel dat het komt omdat ik een aandoening heb die niet progressief is, niet verder achteruit. En dat maakt wel degelijk verschil. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat wel hebt, dat je er dan anders over denkt. Maar ik ben blij met wie ik ben en ja, ben daar ook echt wel trots op. Dan wil ik nu het woord geven aan, Michel, dat is de fotograaf van al dit moois. En hij gaat jullie meenemen in het verhaal waarom deze positie is gemaakt en waarom die hier nu staat. Dus ik ben waar je bent, daar ben je. Ik zou zeggen, zo, jullie hebben net kunnen kijken naar de opening van de tentoonstelling waar ik vanmiddag dagvoorzitter mocht zijn. Leuke klus om te doen, was echt heel erg gaaf. Ik heb het stukje zelf nog niet gezien, dus ik hoop dat het gelukt is. Maar ik had iemand gevraagd om, mij een stukje te filmen. Omdat ik dat leuk vond om in de vlog te laten zien. Dus ja, was heel leuk. Het was een tentoonstelling die bij ons in het stadhuis een week mocht staan. En de tentoonstelling, nou, jullie hebben het mij in principe al een beetje horen vertellen als het goed is. Heet Trots en gaat ook over mensen die een handicapbeperking, of hoe je het ook noemen hebben. Over mensen die dat hebben, zo. En die daar trots en die toch trots zijn op zichzelf. Dus ja, was een mooie tentoonstelling om te mogen openen. Nu ben ik inmiddels thuis, heb ook net gekaart, was ook heel erg leuk. En nu ga ik de weekvlog, weekvlog niet, weekendvlog. Nu ga ik de weekendvlog editen. Dus ik ga jullie uitzetten, want ik heb het kaartje even nodig. Ik zie jullie morgen weer. Zo, goedemorgen. Het is woensdag vandaag, ik heb mijn vrije dag. Ik ga zo eventjes naar de apotheek. Ik moet even mijn medicijnen voor het weer ophalen. Verder is het prut weer. Er is ook altijd markt hier op woensdag. Dus misschien dat ik daar ook nog even ga kijken. Mijn ouders zijn met die kleine jongen zwemmen. Ik was vanochtend even heel snel bij ze, maar toen stonden ze net op het punt om weg te gaan. Dus daar ga ik vanmiddag nog wel even langs. En kijk, ik ben inmiddels ook begonnen met mijn diamond painting. Nou, het zijn maar 2 rijtjes, maar toch. Het is er in ieder geval goed weer voor. Dus misschien dat ik daar vandaag nog wel even mee doorga. Maar eerst maar even zorgen dat ik... dat haar. Eerst maar even zorgen dat ik mijn medicijnen en de rest van mijn boodschappen binnen heb. Dan hoef ik er in ieder geval niet meer uit. Want het is totaal niet aantrekkelijk nu om naar buiten te gaan, zo te zien. Ik ga eerst even buienradar checken voordat ik wegga. Dus. Oh, zucht. Maak
moet toch eventjes die dingetjes halen. Nou, ik kijk nog wel even wat ik doe. Goedenavond. Het is donderdagavond inmiddels. Gisteren niet zo heel veel meer gedaan en ik had best wel last van mijn benen. Gisteren nog even contact gehad met de revalidatiearts en de medicijnen die ik nu had, die werken toch niet helemaal. Met name dat ik er heel suf van word. Dus ik krijg nieuwe medicijnen, maar die waren er vandaag nog niet. Die komen morgen binnen. Nou ja, maakt niet uit. Ik ben nu onderweg naar een vriendin die ik op ga halen. En dan gaan we naar de boekpresentatie van Mayra Louise. Zij heeft een boek geschreven, Op je lijf geschreven heet dat. Gaat over body positivity. En ik wilde dat boek sowieso heel graag kopen. En hoe leuk is het dan als je naar een boekpresentatie kan gaan en je het ook nog eens kan laten signeren en de schrijfster in het echt ontmoeten. Ik volg haar op Instagram. Ik zal haar Instagram ook even hieronder linken. Ze is heel leuk om te volgen. Ze heeft ook een heel leuk gezin. En ja, het is gewoon echt een leuke meid. En ja, ik ben heel benieuwd naar de boekpresentatie. Dus ik ga gauw rijden, anders kom ik te laat. Ik zie jullie daar. Ik was in de jaren voor eigenlijk een heel mager kind. Het was nooit de verwachting dat ik ineens voller zou worden. Maar dat gebeurde toen mijn ongesteldheid kwam. En ik wist totaal niet wat ik met dat nieuwe lijf aan moest met vrouwelijke rondingen. En mijn omgeving lijkt daar ook heel erg op te reageren. En er zijn een paar gebeurtenissen geweest waardoor ik het gevoel kreeg dat het niet goed was hoe mijn lijf eruit zag. Zo, ik ben daar. Hi. Hi. Eindelijk gelukt. Eindelijk gelukt. Ja, en, nou echt net een enorm inspirerende lezing gehad van Mayra. Ik heb echt van je genoten. Ik heb ook een stukje gevlogd. Nu gaat ze mijn boek signeren. Echt superleuk. Dat ga ik even filmen. Heel leuk. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben niet meer naar de dansles gegaan, want dat werd toch een beetje krap tijd. En eigenlijk wil ik ook gewoon hierin gaan lezen, want kijk. Ik heb hem. Op je lijf geschreven van Mayra Louise. En kijk, dit is haar motto. Happy is not a dress size. Het gaat er niet om welke maat je hebt. Het gaat erin om dat je je goed voelt in je lijf. En daar gaat haar boek over. En moet je nou kijken. Hoe leuk is dat? Super lief dat ze dat erin geschreven heeft. Dus nou, ik ga lekker genieten met een kopje thee van het boek. En ik ga jullie later vertellen wat ik ervan vond. Een hele goede avond. Het is vrijdag. Mijn haar zit een beetje gek misschien. Ik heb het een beetje opgestoken. Het is zo vet als een slak. Ik moet het even wassen. Ga ik zo meteen doen. Ik ben moe. Ach, die pillen hakken er lekker in. Maar goed, ik heb nu nieuwe pillen gekregen. Ik ben al een tijdje met die andere gestopt. Sinds de arts dat zei, woensdag. Dus die heb ik gisteren niet meer ingenomen. Dus misschien moet dat er gewoon nog even uit. Want van deze pillen moet ik er minder last van hebben volgens de arts. Dus nou, dat hoop ik dan maar. Ik heb de eerste ingenomen. En dus ik hoop dat een nachtje goed slapen lekker gaat helpen. Daarnet even bij mijn moeder geweest. Omdat morgen is de vrijgezellen van Laura. Ze weet nog steeds van niks, dus dat wordt echt super leuk. Ik ga haar morgen op haar werk overvallen. En dat doe ik dan met de camera. En ja, dat wordt gewoon leuk. Dus ik ga aan haar vragen of ik de beelden ook voor in mijn vlog mag gebruiken. Ik wil sowieso een filmpje voor haar ervan maken. Of het voor haar op beeld zetten. Maar misschien mag ik het ook voor in de vlog gebruiken. Dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn. Dus we hebben net eventjes alles voorbereid voor morgen. We beginnen met lekker een bakkie en wat lekkers erbij. Dan gaan we spelletjes doen. Dan komt er een wijnproeverij en dan gaan we lekker eten. En tussendoor gewoon lekker de grootste lol hebben. Dus dat wordt superleuk. En mijn zwager die is zojuist overvallen voor zijn vrijgezellen. Die gaan vanavond lekker op stap met z'n allen. Dus ja, superleuk.
begint er echt aan te komen. Dus ja, dat is sowieso leuk. Het weer begint er ook een beetje beter uit te zien. Daar ben ik ook van blij om. Gisteren was het al lekkerder. En ik heb het idee dat het vandaag weer lekkerder is. Dus nou ja. Hopen dat dat ook de beterende kant op gaat. Ik ga nu lekker douchen. Niet te laat naar bed. Goed slapen. En dan hopelijk ben ik morgen weer... voel ik me een stuk beter. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik open straks of morgenochtend, weet ik nog niet, de weekendvlog. Met vooral veel gezelligheid. Woensdag of vanmorgen de vrijgezellen van Laura. Zondag moederdag. Wordt ook gezellig. Ja, allemaal leuke dingen. Niet meer de mol. Oh jawel, tuurlijk wel. Want we gaan nog één aflevering zien waarin ze gaat vertellen hoe ze het allemaal gedaan heeft. Dus oh, gelukkig. We zijn nog niet helemaal. We hoeven nog niet helemaal af te kicken. Dat scheelt. Maar goed, doe je duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie je in een volgende vlog. Doei doei!